Maandag 1 april. Start van de laatste etappe naar de Kaap. Cabo do São Vicente. En daarna naar ons huisje in Sagres. Is dit de route? Ja. Ja? Zag je pijlen? Oh nee, ik dacht dat je zei iets leuker. Nee, is dit de route? Ik kijk, wat daar is het in Portugal? Verdozing van het land. Ja, verdozing ook in Portugal. En zo lopen we Vila do Bispo uit. Wij hebben ervoor gekozen de gehele Rota Historica te doen. En dus niet, zoals ze eigenlijk adviseren, het laatste stuk de Vissersweg te nemen. Omdat dat zo mooi is. Voornaamste reden is dat niet alleen mooi, maar ook evenwichtstechnisch erg lastig is. En het tempo waarin je opschiet dus nog veel lager komt te liggen. Met daarnaast alle risico's die een oude man en een oude vrouw op wandeltocht lopen als ze met bepakking over de rotsen gaan klauteren. Voor hen die jong, jeugdig, zonder bepakking, vooral uit op beleving en minder op pelgrimage zijn, is dit de boeiende omweg, de Fisherman's Trail, gemarkeerd blauw-groen langs de kust. Omdat wij niet meer zo jong zijn, niet meer zo dynamisch, vele kilo's bepakking op de rug hebben en meer uit zijn op rustige pelgrimage dan op beleving, blijven wij op de Rota Historica lopen. De Rota Vicentina voor oude mensen. Maar het wordt toch een stevig pad. Ik zie trouwens voetstappen, wat een goed teken is. Hij is hier op dit stuk niet gemarkeerd, maar het zou moeten kloppen. Thank you.
Deze etappe wordt getypeerd als middelzwaar. En wij wandelen nu af op de grote weg. Die, als het goed is, tot bijna aan de Kaap zullen volgen. Dus deze etappe kun je eigenlijk zelfs typeren als extreem makkelijk. De grote weg. Als ik het goed heb, de N368. Linksaf Sagres. Dan denk ik dat daar op de achtergrond bijna Lagos moet zijn. En wij gaan rechtsaf Cabo Vicentina. Helemaal aan de einde. Het topje van de vuurtoren. Het laatste ommetje dat de route ons biedt is nou niet bepaald duidelijk en lastig te lopen. Nou, dan pakken we de andere kaart erbij. Wel heel jammer dat op deze laatste 100 meter de markering van de Rota Vicentina gewoon weg is. Oftewel nul. Heel merkwaardig voor 230 kilometer goede bewegwijzering dat hier helemaal niets te vinden is. Nou, na enig dwalen hebben wij weer een markering, maar we gaan eerst de Kaap bekijken. Nou, Cabo San Vicente, en dat is wat je noemt een toeristische trekpleister. Maar daar aan het eind de vuurtoren en een hek.